Generaal Gaia. Ik ben de projectleider van de Stoere Vrouwen. En nou ja, de generaal dus. Nou, we zijn de Stoere Vrouwen en we proberen de wereld te redden. En dat doen we door mensen bewust te maken van duurzaam consumeren. En daarom staan we hier op de huishoudbeurs. Want er wordt hier genoeg geconsumeerd, maar is het ook duurzaam? Dat is de vraag. En die stellen wij aan een heleboel mensen hier vandaag. En sommigen kijken heel erg moeilijk. En anderen die kijken geïnteresseerd. En dan gaan we wat meer vertellen over Stoere Vrouwen. Ja, wat doen we allemaal? We hadden zaterdag een kooplegeractie hier rondom de huishoudbeurs. Dat gaf weer heel veel bekijks. En we hebben ook kleinere lokale evenementen. Ook kooplegeracties, maar ook bij mensen thuis. Eigenlijk doen we van alles wat de Stoere Vrouwen zelf willen ondernemen om bewustzijn te creëren. Waarom de lege kleding? Nou, omdat het wel past bij een Stoere Vrouw, vind ik zelf. Ja, eigenlijk is dat het. Nou, een groot misverstand is dat mannen geen Stoere Vrouw kunnen zijn. Mannen kunnen ook Stoere Vrouwen worden, maar om onduidelijke redenen zijn ze dat nog niet zo in grote getalen. Maar dat gezegd hebben, dan kan iedereen die bewust zijn en bewuster wil worden van consumeren, kan een Stoere Vrouw worden. Misschien ben je het al wel, weet je het nog niet. Dus surf even naar www.stoerevrouwen.nl.